Meneer Jansen, wat denkt u? Ex-neuroloog Jansen Steur is op 78-jarige leeftijd overleden. Ik denk dat u veroordeeld wordt. De voormalige arts van het ziekenhuis MST verscheen in 2013 voor de rechtbank omdat hij tientallen patiënten bewust verkeerd gediagnosticeerd zou hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om een diagnose als Parkinson en een van zijn patiënten pleegde zelfs zelfmoord. Steur kreeg hiervoor een beroepsverbod en werd veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken in hoger beroep. Het hele gebeuren rondom Jansen Steur staat bekend als de grootste medische strafzaak in Nederland ooit.